On Saturday night, we will have a party, dining on the beach, you are all invited. On Saturday night, we will have a party, dancing on the beach. Oh, I'm so excited. No need to go light, just under the moonlight, with some meat and wine. Mmm, it feels so fun. Forget all your fears, you should know it by now. Onder andere dat ik René Cornelissen ben, de trainer van de voetbalclub Satria Enschede en een aantal van de universiteitsvereniging Arashi. Dit is ons demo-team en gedeeltelijk ook ons wedstrijdteam. We doen regelmatig wedstrijden. En ik zal jullie voorstellen, op de eerste plaats Iemand en Brug. Tisha Spees. Ron Hendricks. En Ilde Rubens. Hebben jou staan, eventjes. Is goed. De oorsprong van Boekelang ligt natuurlijk in Indonesië, Jakarta, Kemayoran. Van daaruit is de Boekelangstijl uitgewaaid over de archipel, de Indonesische archipel. Onze Boekelangstijl is uiteindelijk terechtgekomen in Banten. En mijn leraar heeft daar heel lang met de Barubis getraind. Uiteindelijk hier gekomen. En ik ben in 1967 ben ik met deze Boekelangstijl in contact gekomen. Die was helemaal weg van en ik doe die nog. Ik heb al aangegeven wat het verschil is tussen vechtsport en een vechtkunst. Weer een vechtkunst. En wij laten hier zo dadelijk een stukje van de sport zien en een stukje van de kunst. Dat doen wij op het eind van onze demo. Wij gaan nu over tot een langa. Een langa is een schijngevecht tegen één of meerdere tegenstanders. Kort schijngevecht tegen één of meerdere tegenstanders. Ze moeten deze lanka's, deze kata's, ook tegen elkaar kunnen uitvechten. Dus, en dat kunnen ze ook. Wij gaan vervolgens over naar vormen. Om een tegenstander links en rechts soms te passeren en tijdens het passeren proberen hem uit te schakelen. Als u dit zo ziet, dan lijkt het eigenlijk alleen maar een wat bewegende armen en benen. Zij laten zien waar het voor dient. Vervolgens gaan ze over naar een vorm van een zet om de tegenstander echt laag op zijn lichaam te raken om daarmee uit te schakelen. Thank you.
niet altijd het geval. En als je die aanval inzet, wil je hem ook winnen. Dus. Als je met een trappende tegenstander te maken krijgt, zal je die trap moeten neutraliseren en dan de tegenaanval inzetten. Dat zal u laten zien. Gaan we een stapje verder, dan moeten ze de judo's en de sliwa's kunnen uitvechten. Een judo is wanneer je met je rechterbeen voorstaat, werk je ook met je rechterhand. Je valt ermee aan of je weert ermee af. De tegenover staat de sliwa. Sliwa staat wanneer je met je linkerbeen voorstaat, werk je met je rechterhand of je weert ermee af. Het voordeel van een judo is dat je een langere reach hebt, een groter bereik. Het nadeel is dat je niet zoveel kracht kan inzetten met een judo. De sliwa tegenovergesteld, je linkerbeen voor en je werkt met je rechterhand. Je reach is niet zo groot, maar je kan veel meer kracht inzetten. De keuze is op het moment aan degene die zo'n techniek toepast. Dat laten Ilko en Tristan laat u daar eens van zien. Na die mooie waaierdans van de dansgroep Dansa gaan wij nu eigenlijk over tot het culturele gevecht, het Pukkelanggevecht, zoals die in Indonesië in die dorpen wordt uitgevochten. Niet met de bedoeling om elkaar te vernederen. Eigenlijk is het zo dat wanneer het ging vroeger eigenlijk om dit petje. Als dit petje van het hoofd aankwam, was het gevecht voorbij. Niet de fysieke winst, maar dat petje, dat was de vernedering. We kennen het allemaal wel, ik neem je een petje, voor je af. Het stamt nog eigenlijk uit die tijd. Er zijn weinig mensen die dat weten. Maar ik neem een petje voor je af, komt eigenlijk uit de tijd uit Indonesië. Toen de Nederlanders daar nog de baas waren.
Daar zijn we meegenomen naar Nederland. En je zal straks ook zien hoe zo'n gevecht verloopt. Ik wil die vragen in gedachten bij mij mee te gaan naar het wonderschone eiland in de vorm van Smaragd. Met zijn spierwitte stranden en zijn buivende palmen. En waar de heerlijke geur van de Marat die al van ver tegemoet komt. Ja, inderdaad, naar Java. En dan in het bijzonder naar het uiterste westen van Java naar Banten. Naar het kleine lieflijke dorpje Tigaraksa, dicht bij de grote havenplaats Tangerang. Wie kent dat hier? Tangerang. En vandaag vindt daar een bruiloft plaats. En wij zijn allemaal uitgenodigd om getuige te zijn van het feest. Tijdens dit bruiloftfeest mogen vrijgezelle jonge dames en huwbare meisjes zich middels een dans presenteren aan de vrijgezelle jonge man. Met als doel een huwelijk. Vanuit een dans met haar zusters, met haar tantes, met haar vriendinnen wordt uiteindelijk de kandidaten gepresenteerd. Dat ook hier de tijd niet is blijven stilstaan, dames en heren, zal u zo dadelijk in deze voorstelling kunnen zien waar de traditionele dans en de moderne dans prachtig in elkaar overlopen. Wat wel hetzelfde is gebleven, is de strijd die de jonge mannen uiteindelijk voeren om het meisje te veroveren waar ze al zo lang over gemijmerd hebben. Eventueel en misschien desnoods met hulp van een vriend. En soms lukt het en soms lukt het niet. En in deze ambiance van romantiek en rivaliteit, dames en heren, vindt het tafereel plaats. En hoe het afloopt, kijk eens naar.